Vandaag weer een nieuwe video, hè. En wij gaan vandaag naar Borger. En daar liggen hun bedden. Stenen kijken, yes. Nou, we zijn op de parkeerplaats. Ik zag net echt een fucking grote fiets. Oh, daar is hij. En daar zie ik al heel veel stenen. Dus ik denk dat het daar is. Oh, hier is de fiets, let op. Nee, niet gek gaan doen achter mijn Timo, want ik weet het alweer. Dat was eerst ook. Maar hier hebben we allemaal stenen al. Oh, je ziet ook gewoon waar die vandaan komt. Want Kopenhagen is die ook gevonden, zo'n steen. Nou, al die stenen, die hebben ook allemaal andere namen en zo, hè. Maar de steen is toch gewoon een steen, of niet? Nou, wij waren dus net ons eigen aan het afvragen hoe oud zo'n steen zou zijn, zo'n steen. Maar hier staat het gewoon op. Museum hebben we gehad en nu gaan we naar het grootste hunnebed toe. Het ligt ergens daar achter in de bossen. Dus we gaan wel even kijken hoe groot die is. Dit is dus het grootste hunnebed van Nederland, geloof ik. Dat zei ze in het filmpje tenminste. Dus ja, op zich, hij is best groot. Hoe lang zou dat zijn? Een metertje of... Oh, 22 meter. Ik dacht een metertje of 20 of zo. Dus het zat aardig in de buurt. Maar we gaan er even in. Misschien kan dat. Dit is de ingang vroeger zo te zien. Dat was leuk. En ik stenen kijken. We gaan nu hier naar binnen. Geopark. Voor de mensen die hier al een keer zijn geweest. Ik weet niet wat er is. Maar we zien het vanzelf wel. En daarna gaan we nog daar zo bij een of ander nagebouwd dorp van vroeger of zo kijken. We gaan nou hierheen.
via binnen. Dat moet volgens mij. Want, anders weten we niet meer hoe je er moet komen. Hoi. Hey jongens. We worden echt genept. We worden allemaal genept. Zo ziet de steen er van binnen uit. Dit zou echt een steen moeten zijn. Nou, helemaal niet, hè? Deze kan je zien dat de mensen in Afrika nog steeds geen vooruitgang hebben geboekt. Want dit staat in Afrika, hebben ze dit ook gewoon nog. Zo, we gaan nou weer lekker terug naar het huisje. Dan gaan wij even... zwemmen misschien. Misschien gaan we nog even een gymzaal huren. Dan gaan we badmintonnen. En vanavond gaan we bowlen, dus dat is ook leuk. Dus let's go in de auto. I wonder if I jump. Mensen, handdoek. We gaan zwemmen. Huh? Sportkleding. Gaan we sport zwemmen? Nee, natuurlijk niet. Wij gaan twee dingen doen. We hebben een zaal gehuurd. Dus we gaan even voor een uurtje badmintonnen. Mooi. Wij zitten daarop. Ik en Timo en ons paard. Dus nee, ga je niet. En daarna gaan wij gelijk zwemmen. En deze gaat bij alle twee de activiteiten gewoon lekker mee, de GoPro. Nou, kijk, we zijn in de sporthal en de netten staan er al. Twee banen hebben we. Dus dat is goud. Wij moeten, voor badminton moet je altijd de blauwe lijnen gebruiken. Daar gaat hij heen en dan aan de andere kant hetzelfde en daar loopt er nog eentje. Twee stuks en die achterste ook trouwens. Mooi! Ik heb verschillende dingen bij, dit is een driepoot. Iets voor op je hoofd en eentje voor op je buik. Dus die gaan we allemaal gebruiken vandaag. Ik heb Timo begonnen, nou doe ik met dit ding. Dus ik weet niet of dat lukt, we gaan het wel zien. Oh. Helaas. Oh, ook al ervoor. Ja. Oh, oh, net. Nou jongens. Oh, alweer. Duizendste keer in net. Ja, nee, het zal aantrekken liggen. Ik geloof er niks van. Ja, dat is mijn record, hè. Jan is van Timo. Ja? Nee, terug.
Nou gaat hij op mijn hoofd, dus ik ga tegen Timo enkelen. Zo wordt tenminste wel een beetje actie, hè? Mensen, hij zit op mijn hoofd. Ik hoop dat hij blijft hangen. Nou, Timo. Let's go. Oh. Tof. Jij mag beginnen. Nou heb ik hem op. Komt ie. Oh, dat ding is echt veel te kut. Nou jongens, helemaal klaar mee. Fucking moe. We hopen dat het zwembad open is, want tussen 4 en 7 of zo was hij alleen in de vakanties open. Maar hier hebben ze nog geen vakantie. Hey. Nou, Nou mensen, we zijn in het zwembad, dus ik zou zeggen, let's go. Nou jongens, we zitten lekker in de bubbelbad. En we hebben daarachter hebben we een glijbaan en hiervoor hebben we een zwembadje. Het is niet heel groot of zo, maar dat maakt allemaal niks uit. Dus laten we maar even vanaf de glijbaan een keer even gaan. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. We'll go. Hey, rood en Brabant glijden we gewoon altijd door rood. Oh, nu.
mensen, we zijn er helemaal klaar mee, hè. We moeten zo eten. Dus we gaan maar weer eens naar huis. Wow! En jij hebt geld, hè? Hier. Nee, ik heb geen geld. Oh, rijke tata's. Tata 1 euro. Maar ja, ik check jullie bij het huisje weer. Houdoe. Nou mensen, het is weer avond. En we hebben gegeten. We gaan nou bowlen. Ja, ja, ik had het al gezegd. Dus we lopen er nou even heen. Let's go. Hoi mensen, we zijn er eindelijk. Oh jongen, de deur is open. Bowlen! Nou jongens, volgens mij is het beginnersgeluk, want ik hoorde er maar één om. Oeh, doe 3. En nou jongens, wat een kutsport. Houdoe.